We gaan onze Bijbels openen in Johannes, hoofdstuk 2. We gaan openen in Johannes, hoofdstuk 2, vers 13. Zijn we er klaar voor? Johannes 2, vers 13. Vandaag hebben we een spannend verhaal. Johannes 2, vers 13. Als we kunnen opstaan om het woord van God te lezen. Johannes 2 vers 13. Johannes hoofdstuk 2 vers 13. We hebben hem hier. Yes. Johannes 2 vers 13. En het Pasja van de Joden was nabij. En Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten. En de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een gezel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit. Ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen, de, tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is... de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordde de Joden en zeiden tegen hem... welk, welk teken laat u aan ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? En Jezus antwoordde en zei tegen hen... breek deze tempel af... En in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. De joden zeiden dan: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. En u zult hem in drie dagen laten herrijzen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden geloofde zij de schrift. En het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was, op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. Toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Amen. Amen. We kunnen zitten. Vader, dank u Heer voor uw woord. Dank u, mijn God. Wilt u vandaag tot ons spreken? Voor uw eer en voor uw glorie, mijn God. Verander ons, transformeer ons. Laat uw woord geplant worden in goede grond, Vader. Voor uw eer en glorie. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Hoeveel mensen genieten tot nu toe van het Johannes-Evangelie? Amen. Geweldig. Het evangelie van Johannes is in contrast met de andere evangelie die we hebben, Matthäus, Marcus en Lucas, um, Anders in de zin van. Uh, Johannes concentreert zich meer op wat Jezus rond Jeruzalem doet. En Matthäus, Marcus en Lucas die concentreren zich meer op wat Jezus in het gebied van Galilea heeft gedaan. En op het einde gaat hij naar Jeruzalem. En sterft hij aan het kruis. Maar in het evangelie Johannes zien we dat Jezus meerdere bezoeken heeft gedaan aan Jeruzalem. En heel veel dingen daar heeft gedaan. En in dit gedeelte zien we het eerste bezoek van Jezus aan Jeruzalem. En het is niet zomaar een bezoek. Het is een bezoek tijdens het Paschafeest. En het Paschafeest was het meest een van de meest belangrijkste feesten... Die God had gegeven aan Israël. Want tijdens dit Paschafeest vierden zij de grote Exodus, de grote bevrijding uit Egypte. En heel veel mensen kwamen uit verschillende delen van Israël naar Jeruzalem om dit feest te vieren. Het was druk in Jeruzalem, heel druk tijdens dit feest. Het was een heel druk bezocht um, evenement. En Jezus ging daar ook naartoe. Jezus was daar ook en Hij ging naar het centrum van de aanbidding. Hij ging naar het centrum van alle drukte. Hij ging naar de Tempel. Amen, Hij ging naar de Tempel. De Tempel was het belangrijkste gebouw voor de Joden, het was het huis waarin God aanbeden werd. Het was het huis waarin ze God konden ontmoeten. Het was in die tijd niet alleen maar een religieuze centrum voor de Joden, maar het was ook heel een politiek centrum voor de Joden. Ik kan het plaatje zetten van de tempel even. Dus ze hebben een beetje een, een beeld van hoe het eruit zag in die tijd ongeveer. Ja? Dit is, alleen dit gebouw wat je hier ziet, is de tempel. Alleen in de tijd van Jezus werd er nog een heel stuk erbij gebouwd. En in de tempel hier, in dit gedeelte... had je het voorhof. Daar werden de offers gebracht. En in dat kleinere gebouw... had je het heilige. En daar konden alleen de priesters... naar binnen komen. En daarachter, in een heel klein kamertje... had je het heilige der heiligen. En daar kon de hoge priester... één keer per jaar... komen om een offer... te brengen voor God. En in dat heilige der heiligen... Was de heerlijkheid van God. Yes? Jullie volgen mij nog. En, en in die tijd. Wa, waren de, 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 de mensen die Jezus daar aantrof. de mensen die runderen, schapen en duiven verkochten. en de geldwisselaars waren in dit gebied. hier aan deze twee zijkanten waren ze. En dit gebied was eigenlijk een plek. dat gereserveerd moest zijn. voor de heidenen want de tempel had een missie. De tempel was om een licht te zijn voor alle natieën. Door de tempel heen konden de Israëlieten hun missie volbrengen dat ze een licht konden zijn voor alle naties. Want dat was hun missie, dat was het doel dat God aan hun had gegeven. Ze waren anders dan alle andere volken, want God had tegen hen gesproken. Er was een plek dus waar die natie konden komen en ook God konden aanschouwen. Het werd het Hof van de Heidenen genoemd. En dat zijn deze, dit gedeelte hier, dat gedeelte daar. Maar in plaats dat ze deze plek hadden gereserveerd voor de, jo voor de Heidenen, sorry, hadden ze een hele marktplaats daar gezet. Ja, het is alsof je naar de, een kaartje koopt: voor, je hebt een kaartje gereserveerd voor de bios. En je hebt een speciale plek gereserveerd, maar iemand anders gaat op je plek zitten. Ja? Hoeveel mensen hebben dat ooit meegemaakt? Nee, niemand. <laughs> um, en Jezus komt daar. Hij komt de tempel binnen. En hij treft die mensen daaraan. En er waren daar mensen die, die, die runderen, schapen en duiven verkochten. En dat waren de offers die ze aan God moesten brengen. Maar het probleem was. Dat deze mensen, die verkopers van die offers, stelden zulke hoge eisen aan voor de offers. Dat zelfs wanneer iemand de kracht had om heel lang te reizen en om aan te komen met zijn schaap als offer, dat ze eerst een check-up moesten doen of het offer wel goed was of niet. En ze vonden altijd wel een gebrek aan het offer. En namens het schaap zeiden van nee, dit is niet goed. Je moet het van ons kopen. Ja? Dus er was een bepaalde corruptie. Er was een bepaalde. ja, corruptie, laten we het daarbij houden. En er waren ook geldwisselaars daar, zegt de Bijbel. En die geldwisselaars waren daar, want de mensen moesten ook tempelbelasting betalen. Maar de tempelbelasting kon niet met normale geld betaald worden. Nee, het moest eerst omgewisseld worden. tot een tempelmunt, als het ware. Want. Um, in die tijd hadden ze munten met het hoofd van de keizer erop. En nee, het hoofd van de keizer, dat geld willen we niet aanraken. Het moet heilig zijn voor de tempel. Dus in samenvatting: wat Jezus hier aanvindt is een marktplaats, marktplaats.nl. Geen reclame, maar zodat jullie een beetje een idee hebben. Hij vindt daar een marktplaats. Alle men, mensen die net als op de markt schreeuwen: 1 euro, euro. Zo, allemaal aan het schreeuwen: hier, hier, kom hier bij mij, bij mij. Een grote marktplaats. En Jezus komt daar bij de tempel en hij ziet dit allemaal. En hij begint heel rustig een gezel te maken. Ja, dit is een, hij begint een gezel te maken van touwen, en hij begint ze uit te drijven. Mensen, dieren, en hij gooit het geld op de grond. Hij keert de tafels om en hij zegt: Jullie hebben van mijn vaders huis hebben jullie een huis van wat zegt hij precies? Van koophandel gemaakt. Een markt hebben jullie ervan gemaakt. En wat we hierbij moeten opletten is dat Jezus dit niet deed in een flits van boosheid. Van oh ja nee. Nee, hij nam rustig de tijd. Om een gezel van touwen te maken. Heel rustig zat hij het in elkaar te vlechten en te kijken. Hij had heel goed nagedacht voordat hij dit ging doen. Hij wist wat hij moest doen. En we zien hier juist een vertoning van de autoriteit van Jezus. We zien een vertoning van het gezag dat Jezus heeft. Amen. Jezus bestraft ze en zegt: maak het huis van mijn vader niet. Tot een huis van koophandel. Het is een huis van gebed. Het is een huis van aanbidding. En weet je, Jezus is hier niet geïnteresseerd om hun zaken te beheren of om stop te zetten op de offers. Nee, Hij protesteert hier tegen het kopen en verkopen en het onderhandelen in de tempel. Want dit paste niet in de identiteit van de tempel. Identiteit van de tempel was dat het een huis van gebed moest zijn. Het is het huis van de Vader, het huis van heerlijkheid van glorie. En in plaats dat hij daar aankwam en het plaats en het geluid van gebed hoorde, hoorde hij juist het geluid van dieren, het geluid van onderhandelaars. In plaats van gebrokenheid, aanbidding en het getuigen horen we juist het lawaai van de onderhandelaars, die, die kopers aan het trekken zijn. Van, hé, hey, kom hier, kom hier. En iedereen door elkaar. Wat is jouw prijs? Wat is zijn prijs? Net als een markt. En Jezus haalt alles over hoop. Want hij heeft het gezag. Hij is de zoon van God. Hij heeft de autoriteit om dit te doen. En in dit verhaal zien we in contrast met waar we vorige week over hebben gesproken, daar zien we juist ook een feest, een bruiloft. En daar zien we juist dat Jezus vreugde bracht, de wijn van vreugde bracht op het feest. Maar hier zien we een ander aspect van Jezus. Hier zien we een Jezus die een gezel van touwen gebruikt om reiniging te brengen in de tempel. En misschien denk je van ja. Maar hoe kan dat dan? Ja, hoe kan hij één dag vreugde brengen en de andere dag een gezel gebruiken om te reinigen? Weet je, Jezus is niet eenzijdig. Jezus is diep. Hij, zijn, zijn, wie hij is, is diep. En we kunnen een leven lang kunnen we Hem aanschouwen en aanschouwen zijn pracht, zijn heerlijkheid en Hem nog steeds niet helemaal. Kunnen vatten. We zien dat hij in een, te uh, in een teken van transformatie bracht in Cana. En hier in Jeruzalem een teken van heiliging, van reiniging. En dit is hoe Jezus werkt. Hij transformeert ons zoals Hij water tot wijn heeft getransformeerd. Zo verandert Jezus ons leven ook. Amen. En Hij heiligt ons. Hij reinigt ons. En dat is ook het werk van Jezus. Jezus transformeert ons, verandert ons, doet ons opnieuw geboren worden, zodat wij ook geheiligd kunnen worden, zodat wij ook apart gezet kunnen worden voor Hem. En wat we hier zien is dat soms dat wij als Christenen meer kunnen leunen naar één kant van Jezus dan de andere. Soms sommigen willen alleen maar de vreugde van Jezus. Ik wil alleen maar de vreugde van Jezus. Alleen maar wat ik kan voelen. Die blijdschap. Dat vind ik geweldig. Dat is mooi. Maar ho, Jezus, niets anders aanraken. Niet de gevoelige plekken aanraken die u niet wil zien in mijn leven. Nee, nee, nee. Daar kunt u zich niet mee bemoeien. We willen alleen maar de vreugde van Jezus. En we geven niet om de heiliging of de reiniging. En anderen. Zijn zo gefocust op de heiliging van Jezus. Dat ze geen vreugde kunnen ervaren in het leven met Jezus. Met hun is het alleen maar nee, nee, streng. pap. Jezus is de strenge leermeester. He? Dit mag niet, dat mag niet. Mag, en er is geen vreugde in het christelijk leven. Maar laat me jou één ding zeggen vandaag. Jezus wil allebei doen. Amen. Het is niet de een of de ander. Het is alles wat Jezus aan ons geeft. En Jezus wil ons zowel de vreugde geven, hij wil juist dat we vreugde ervaren in ons leven. En hij wil ook dat we ons onderwerpen aan Hem en dat Hij ons kan reinigen, dat Hij ons kan heiligen. Ware vreugde geniet van heiliging. Amen. Ware vreugde geniet van heiliging. En ware heiliging leidt naar ware vreugde. Het gaat samen. En er moet een balans zijn in ons leven. We kunnen niet alleen maar vreugde, 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 vreugde. En we kunnen ook niet alleen maar heiliging, alleen maar reinigen, reinigen, reinigen. Nee, het is allebei. Het is niet te scheiden van elkaar. En er moet een balans zijn in ons leven. Want Jezus is niet eenzijdig. Jezus is veel dieper dan dat. Amen. Jullie zijn er. Vervolgens zien we dat Jezus daar naartoe gaat. En hij dreef iedereen naar buiten. Hij keerde de tafels om. Want deze mensen, nogmaals, maakten van Gods huis een huis van koophandel. Ze onderhandelden. Met aanbidding tot God, want dat waren de offers. De offers waren de aanbidding tot God. En ze waren aan het onderhandelen met, het aanbidding, met de aanbidding van het volk. Ze zetten hun eigen dingen, hun eigen agenda's, hun eigen plannen, zetten ze voor die van God. Betekent dit verhaal dat we nooit iets mogen verkopen in de kerk, bijvoorbeeld? Nee, daar gaat dit verhaal niet over. Dit verhaal gaat over iets anders. Het wordt een probleem als we iets zouden verkopen tijdens de dienst in plaats van preken of aanbidden. Het is een probleem, het zou een probleem zijn, en dat is wat precies waar Jezus nu op doelt. Als ik hier vandaag voor jullie zou staan. En in plaats dat ik het evangelie predik tot jullie, probeer ik jullie iets te verkopen. En dan krijg je een probleem. En dat is precies waar Jezus het over heeft. En geloof me, dit zien we heel vaak gebeuren in onze dagen: heel vaak. We zien mensen. Olie verkopen, we zien mensen water verkopen. We zien mensen kleedjes verkopen. We zien mensen, wat nog meer heb ik hier staan? Hè, profetieën verkopen, zelfs wonderen verkopen. Kan ik preken vandaag? <laughs> verkopen zodat ze een wonder of een genezing of een doorbraak kunnen ontvangen van God. En ik wil vandaag tegen jullie zeggen, dit is een schande voor het huis van God. En dit is precies waar Jezus tegen zou komen. Want een genezing, een wonder, kan je niet kopen. Jezus zegt, hey, toen hij de discipelen stuurde in Matthäus hoofdstuk 10 vers 8, zegt hij, Hé, hey, genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Geef het voor niets. Dus wat ik, wat ik ontvang van Jezus, de kracht en het gezag en de autoriteit wat wij ontvangen van Jezus, is niet te koop. Het is genade gaven van God. Je hebt het gratis gekregen, waarom zou je het verkopen? Deze dingen kun je niet kopen. Je ontvangt het door genade. Het enige wat wij nodig hebben voor een wonder, mensen, alsjeblieft, luister naar mij, luister naar mij, alsjeblieft. Het enige wat je nodig hebt voor een wonder, voor een genezing, voor een redding, voor een bevrijding, is niet een fles, is niet een olie, is niet een water, is niks van dat allemaal. Het enige wat je nodig hebt is de naam van Jezus Christus. De autoriteit en de kracht van Jezus. Weet je waarom mensen dit verkopen? Omdat ze willen dat je afhankelijk wordt van hun, van de mens. Wij zijn niet geroepen om afhankelijk te zijn van mensen, we zijn geroepen om afhankelijk te zijn van Jezus. Want het koninkrijk van God werkt niet zo. Het koninkrijk van God werkt met onderwerping aan de autoriteit van Jezus. En dit brengt me hard soms. Weet je wanneer je dat ziet? God deelt zijn glorie met niemand. God deelt zijn glorie met niemand, mensen. Probeer het niet te pakken, probeer het niet te verkopen, want dan heb je een boze Jezus. En dat is niet iemand die je achter je aan wil hebben. Want dat is ook de kant van Jezus. Die rechtvaardige woede tegenover de ongerechtigheid die plaatsvond. God had alles voor hun voorzien. Alles uit genade aan hun gegeven. En zij maken er iets corrupts van. En dan komt Jezus met zijn rechtvaardige woede. Zoals Jezus de tempel reinigde, wil Hij ook ons leven reinigen. Want wij zijn nu in Hem tempels van de Heilige Geest. Wisten jullie dat? Wij zijn tempels van de Heilige Geest geworden door Jezus. En op dezelfde manier wil Jezus ook ons leven reinigen. De vraag aan ons is, hoeveel onderhandelingstafels hebben we in ons leven? Hoeveel plekken in ons leven hebben wij waarin wij compromis sluiten met de dingen van de wereld? Met de leugens van de vijand. Weet je, wij kunnen niet zeggen, heer, hè, we zitten met de heer aan de onderhandelingstafel en we zeggen, heer, kijk, ik geef u 20% en u geeft mij 100%. Of hé, hey, ik geef maar 50% van dit en u geeft mij 100%. Want meestal willen wij 100% van God. Maar wij willen niet 100% geven aan God. Weet je, bij Jezus is het alles of niets. Hij heeft alles gegeven door aan het kruis te sterven voor ons. Hij heeft de hoogste prijs betaald met zijn bloed. Hij heeft alles gegeven. En nu roept hij ons om alles te geven aan Hem. Om alles te geven aan Hem. Laten we geen plek van onderhandelingen hebben met de vijand in ons leven. Amen. Wat bedoel ik daarmee? He? Dat je soms onderhandelt met kleine zondes. Want er is geen zonde dat klein is. Maar laten we zeggen kleine zonde. Weet je, oh het is maar een wit leugentje. He? Alsof leugens kleuren hebben. Maar het is maar een wit leugentje. Nee joh, dat ziet God wel door de vingers. Weet je, een grote val gebeurt nooit in één keer. Een grote val begint nooit in één keer. Het begint met duizend kleine stapjes. En als we onderhandelen met de vijand, met steeds iets kleins, iets kleins, iets kleins, iets kleins, dan zal er een grote val zijn uiteindelijk. En God wil ons daarvan behoeden. Laat Jezus jouw leven keren vandaag. Ik weet niet in welke situatie je bent, ik weet niet hoe jouw innerlijke leven eruit ziet, maar laat Jezus binnenkomen en laat hem maar alles overhoop halen. En laat hem iets nieuws bouwen in jouw leven. Laat hem jou een heilige tempel van zijn heilige geest maken. Amen. Laat Jezus jouw leven reinigen. Alleen hij kan dat doen. Alleen hij kan dat doen. En wat we hier zien is ook dat de Joden hebben gefaald in hun missie. Wat was hun missie? Een licht zijn voor alle naties, toch? De plek zijn waar anderen konden komen om God te ontmoeten. Die hadden ze ingenomen voor hun eigen winst. Om winst te maken. Weet je wat mij dit leert als gemeente? Dat wij niks in de plaats kunnen zetten voor de missie die we hebben gekregen van God wij zijn een volk met een missie, met een opdracht. En dat is om te getuigen van Jezus. Dat is om te dienen, dat is om lief te hebben. En niks anders kan hiervoor in de plaats komen. Geen programma's, geen eh, organisaties, weet ik veel wat we allemaal kunnen bedenken met onze hersenen. Niks van dat allemaal kan en mag in de plaats komen van de missie die God heeft gegeven aan ons. En soms zetten we zoveel dingen voor de opdracht, voor die opdracht die we van God hebben gekregen. Jezus roept ons. He? Jezus is jou aan het roepen, is mij aan het roepen, voor een opdracht, voor een missie. God heeft een doel voor jouw leven. Maar heel vaak zitten we aan de onderhandelingstafel weer. Jezus zegt, hé, hey, kom, ik wil dit doen in jouw leven. Ik wil dit doen in jouw familie, ik wil dit doen. In jou, op jouw werk, hier in de gemeente, wil ik dit doen. Maar wij gaan aan de onderhandelingstafel zitten en we zeggen: Heer, oké, okay, ja, ik begrijp u, maar eerst dit. Ik wil eerst dit doen als ik helemaal klaar ben met dit en, en als ik helemaal alles goed heb en ik financieel helemaal goed ben en weet ik veel wat allemaal, dan ga ik doen wat u wil. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. God moet onze prioriteit zijn. God wil die eerste plek in ons leven. God wil onze ja-punt. Gewoon wanneer de Heer spreekt: Ja, Heer, hier ben ik, zend mij. Dat wil God. En niet die van: Ja, maar. Da, 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 en dit en dit en dit en dit. Ja, maar, maar. Onder andere, onder andere. Nee, laat Jezus die tafel keren in jouw leven. En zegt Jezus, breek die tafel af. Amen. We zien dat Jezus dan alles omverkeert. En hij bestraft de mensen. Maak het huis van mijn vader niet tot een huis van koophandel. En zijn discipelen zien dat. En die herinneren zich iets wat geschreven staat in de Salmen. En het zegt: De ijver voor uw huis heeft mij Verslonden. Sprekende over het hart van Jezus. Hij had de ijver van de Heer in zich. Een ijver is als een vuur, een vurig verlangen. Het is iets dat brandt in onze hart. Het is een passie voor het huis van de Vader. En weet je wanneer dat... Je kan het vergelijken met een goede Vader. Dat wanneer zijn kinderen in gevaar komen. dan is er een bepaalde vuur dat komt, of niet? Maar moeders ook. Moeders, ja, moeders. Ik praat voor vaders, maar moeders moet je niet mee spelen. Die zijn nog erger. En ze verslinden jou. Ja. Nee, maar ja, dat gevoel, dat, die, die ijver, die passie, dat heeft Jezus voor het huis van de Vader. Niets en niemand mag eraan komen. Niets of niemand mag dit corrupt maken. Amen. Het, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden, heeft mij verteerd van binnen. En de vraag aan ons is vandaag, waar is het vurig verlangen om Gods huis te zien bloeien, te zien groeien? Waar is die passie om samen te komen met andere gelovigen? Die, die, die passie dat we hebben. Oh, yes! Ik, het, is, het is kerkdag vandaag. Halleluja! Woe! Ik ga samenkomen met mijn broeders en zusters om de Heer te aanbidden. Die passie, waar is dat in ons leven? De passie om meer te leren van Gods woord, om samen te komen en. en, en Weet je, dat is een passie die zeldzaam begint te worden in onze tijden. Het is heel zeldzaam. En misschien zeg je van mij tegen mij vandaag: van, ja, natuurlijk, jij bent er elke Jij moet er elke dienst zijn. Je bent een pastor, natuurlijk, je moet er elke dienst zijn. <laughs> Ik ben geen pastor. Ik mag een pastor zijn. Ik ben een discipel van Jezus. Eerst. En daarna mag ik doen wat ik doe. En een discipel van Jezus volgt de meester Jezus. En als de meester Jezus een passie had, een ijver had, een, een vurig verlangen had, een vuur in zich had voor het huis van de Vader, dan behoor ik dat ook te hebben. Dan behoor ik die passie te hebben in mijn leven. Volg jullie mij vandaag. Als Jezus dit ijver had in zijn hart voor het huis van de Vader, hé, hey, het huis van de Vader is mijn prioriteit, net als het prioriteit is voor Jezus. Ik imiteer hem. Ik volg hem. Amen. Halleluja. Heb je nog even tijd voor mij? Voor het woord. Amen. We zien hier dat Jezus, Hij vervangt de tempel. Hij vervangt de tempel. Hij, hè, Johannes heeft hem al geïntroduceerd als, een, als het ware als een wandelende tempel, als een wandelende tabernakel. In Johannes hoofdstuk 1, vers 18. Hij zegt: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Oftewel heeft onder ons getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Het is in het lichaam van Jezus dat God volledig geopenbaard wordt tot ons. Jezus is de levende tempel. Amen. Hij is de levende tempel van Gods heerlijkheid hier op aarde. Hij volbracht alles wat de tempel moest zijn. De joden hadden er iets corrupts van gemaakt, maar Jezus was de ware tempel. En hij wandelde hier op aarde en hij, was, hij is het centrum van alle aanbidding. Nu behoren we daar bij hem te aanbidden in geest en in waarheid. Hij is ook degene die het ultieme offer heeft gebracht aan het kruis. Waar, zijn leven, waar hij zijn leven heeft gegeven. En op de derde dag is opgestaan. En dat is precies wat hij hier zegt. Dit is ook de teken hè, die hij hier geeft. Want de joden vroegen. Hé hey, oké, okay, je bent hier alles omver aan het keren. Geef ons tenminste een teken. Waarom je dit aan het doen bent. Dat je het recht hebt om deze dingen te doen. En Jezus zei oké, okay, dit is het teken. Breek deze tempel af. En in drie dagen zal ik hem laten herreizen. Sprekende over zijn lichaam. Sprekende over zijn lichaam. En dat is precies wat we zien gebeuren. Jezus verbindt hier eigenlijk zijn bestemming met die van de tempel. Het is alsof je twee tempels in een boksering hebt, ja? of een, 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 een wedstrijd ziet spelen. Er is dat gebouw, de tempel. En er is nu Jezus, de ware tempel. En wat Jezus hier zegt is van oké, okay, breek deze tempel maar af. En binnen drie dagen zal ik hem doen herreizen. Maar zij zeggen van oh, wacht even hier. Zeggen van hé, hey, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. En u zult hem in drie dagen laten herreizen. Dus ze denken aan het gebouw. Maar Jezus spreekt over zijn lichaam. Uiteindelijk. Zullen ze allebei afgebroken worden? Maar wie blijft staan? Wie is degene die blijft staan? En dat kan alleen maar de ware zijn, Jezus. Meer, veel jaren na Jezus, 70 na Christus, wordt de tempel, wordt Jeruzalem verwoest door de Romeinen. En de tempel ook. En die tempel is tot de dag van vandaag nooit meer herbouwd. Maar de ware tempel. De ware tempel, Jezus, de ware tempel. Hij, ze hebben zijn lichaam afgebroken. Hebben hem aan een kruis vastgenageld. Hebben hem bespuwd. Hebben een, een, een kroon van doorn op hem gelegd. Ze hebben hem gegezeld. Ze hebben van alles gedaan met hem. Hem laten lijden. Vastgenageld daar aan het kruis. Hem bespot. Hem begraven. Maar op de derde dag was hij opgestaan. Want hij is de ware tempel. De opgestane Jezus is die nieuwe, de pure, de onverwoestbare. Degene die niet te corrupt, hoe noem je dat? Te corrumperen. Ik weet niet of het in het Nederlands is. Maar die, geen, je, kan hem, je kan geen corruptie brengen in Jezus. Want hij is de waarheid. Hij is de enige ware. En in hem woont de volheid van de godheid. En geen mens kan claimen dat hij zichzelf uit de dood kan herreizen. Geen mens kan dat doen. Maar Jezus, hij zegt van, hey, breek het af en in drie dagen zal ik hem laten herreizen. Met andere woorden, Jezus, boom. Heeft zichzelf laten herreizen op de derde dag. Een werk van God. Amen. En het is omdat Jezus opgestaan is uit de dood dat wij hier mogen zijn vandaag. Ons geloof is niet nutteloos. Ons geloof is niet een geloof zonder leven. Nee, het is een geloof in de opgestane Jezus Christus. De ware tempel. En in Hem mogen wij wonen. En in Hem woont Hij, mag de Heilige Geest ook in ons wonen. Amen. Vervolgens zien we dat Johannes zegt, hé, hey, tijdens het feest geloofden velen in Zijn naam toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. Dus we zien dat veel mensen begonnen te geloven in Zijn naam toen zij die tekenen zagen, maar dit geloof was niet. Een diep geloof. Dit geloof was een oppervlakkig geloof. Want het zegt vervolgens dat Jezus zichzelf niet toevertrouwde aan hem. Dus het was niet het geloof. Het was een soort van een startgeloof. Een geloof van bewondering. Van wauw, kijk. Wauw, wauw Jezus. U doet veel mooie dingen. Een heel oppervlakkig geloof. Een geloof dat blijft op het niveau van onder de indruk zijn van de tekenen die Jezus doet. En zo kunnen wij ook, misschien ben je hier vandaag en zeg je van wauw, ik ben echt onder de indruk van Jezus, wie hij was, et cetera. En misschien kan je zelfs een bewonderaar zijn van wie Jezus is, maar zonder de betekenis te zien van de tekenen die Jezus doet. En de betekenis van de tekenen is om te wijzen naar Jezus, dat hij de zoon van God is, dat hij de openbaring van Gods heerlijkheid is. En als geloof alleen maar bij een bewondering blijft, dan creëert het applaus. Hey, applaus, 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 applaus. Maar dit is niet een geloof waar Jezus zich mee verbindt. Jezus wil niet een applausgeloof. Jezus wil een toegewijd geloof. Hij wil geen fans. Jezus wil discipelen. Amen. Jezus wilt, hè, want fans, wanneer je fans in de stadion ziet van oh, wow, wow, wat een wedstrijd, hey, we hebben gewonnen, yes, elke zondag winnen wij, of niet? Applaus, 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 applaus. En dan gaan we naar huis en dan op naar de volgende wedstrijd, op naar de volgende dienst. Maar door de week doen we er niks mee. Dan zijn we alleen maar bewonderaars, dan hebben we alleen maar een geloof van applaus, dan zijn we fans van Jezus. Maar Discipelen zijn anders. Discipelen zijn deelnemers. Discipelen die volgen elke dag. Die hebben een toegewijd geloof. Amen. Een waar geloof is een toegewijd en groeiend geloof. En Jezus laat ons hier weer opnieuw zien dat hij niet beïnvloed wordt door goedkeuring van mensen. Maar hij is hier om de wil van de vader te doen. Hij is hier om de wil van de vader te doen. En dat hij, als God zijnde, hij weet wat er in de harten afspeelt. Want daarom, het zegt hier. Hè? Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen toe, omdat hij allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde. Want hij wist zelf wat in de mens was. Hij kende iedereen. Hij kent jou. Hij kent mij. Hij kent een ieder van ons. Hij weet wat voor soort geloof we hebben. En hij wil niet zomaar dat we toeschouwer zijn. Maar hij wil dat we deelnemen. Hij wil dat we lief hebben. Hij wil dat we dienen. Hij wil dat we volgen. Iedereen kan applaus geven aan Jezus. Dat kan iedereen, want Jezus is geweldig. Maar weinigen kunnen hun leven geven, volledig aan Jezus. Weinigen willen dat. Weinigen willen dat Jezus de tempel binnenkomt, ons leven binnenkomt en alle tafels begint te keren. Weinigen willen dat Jezus binnenkomt in allerlei gebieden die we verstoppen en alles begint, alles begint te keren. Maar laten we niet zo zijn. Laten we een diep geloof hebben, want Jezus, wanneer hij ons reinigt, dan doet hij dat met een doel. En dat is om ons te vormen naar zijn beeld. Voor zijn glorie. Amen. Laten we discipelen zijn. Laten we discipelen zijn. Laten we het huis van God serieus nemen. Laten we de missie die we hebben, serieus nemen. Laten we de roeping waarmee God ons heeft geroepen, serieus nemen. Dat we kunnen zeggen vandaag: Jezus, maak mij rein. Maak mij rein. Kom binnen in mijn leven en maak mij rein. Laten we opstaan.